Yes, vandaag gaan we het hebben over do-it-yourself-video's. Misschien ken je ze wel. DIY zeggen ze dan, geloof ik, in het Engels. Do-it-yourself, oftewel, hoe maak je dat zelf-video's? En ja, als ik zo eens op het internet aan het zoeken ben, dan zijn er echt een heleboel. YouTube staat er vol mee. Nou, die brushpens bijvoorbeeld, die je hier ziet, ja, daar gaat iemand hele mooie kaarten mee maken. Nou, dat kan ik zelf ook gaan doen. Ik kan die kaarten ook gaan maken met Ecoline pennen. Maar ja, ik ga toch wat anders proberen. Misschien een schuttingtje plaatsen. Nou, dat lijkt me dan toch misschien niet zo'n goed idee. Met één hand een lamp ophangen en dan de boord proberen te pakken. Ook niet zo'n goed idee. Misschien mijn auto repareren met noedels. Ja, het zou kunnen. Het is een optie. Misschien blijft het wel zitten, een halve dag. Maar wat ik ga doen zometeen is aan een paar dingen met mijn telefoon. Ik ga met tandpasta mijn beeldscherm proberen weer helemaal krasvrij te krijgen. Dat lijkt me wel een mooie. En dan wordt het weer prachtig. Ik ga kijken of ik onderwaterfoto's kan maken. En ik wil een hoesje hebben, want ik heb geen hoesjes voor mijn telefoon. Dus dat ga ik ook gewoon proberen. Nou, let's go. Werkt nou al niet. Waar dan is die? Nou, ik ga dus proberen van die do-it-yourself de te proberen. Do-it-yourself. Ik begin eigenlijk met een hele makkelijke, denk ik. Even op camera. Yes, zo op camera. Stop ik hem in. In een glas, maar dan is dit glas niet groot genoeg. Oké, ja, die ga ik dus niet doen. Dan ga ik degene doen, ja, met de ballon. Dan moet je een ballon op gaan blazen. Ja, proberen. Oh. Nou, die ballon is denk ik lek. Gat in. Nou, dat schiet dus ook al niet op. Dit ding waait ook steeds weg. Oh, ik ben echt slecht in do-it-yourselfs. Dit wordt echt een ramp, jongens. Nou, de bedoeling is dus dat je een do-it-yourself gaat doen en dat je dan aantekeningen maakt. Bijvoorbeeld, nou, waar begin ik mee? Ik heb nodig een tandpasta. Ja, dit is even klap natuurlijk, hè. Tandpasta. Doekje. Wat heb ik nog meer nodig? Ik heb nodig telefoon met krassen. Oké, dan gaan we dat proberen in te smeren. Tandpasta op het doekje. Nou, dan maak je daar een aantekening van. Nou, dan smeer je dat uit over je telefoon. Tenminste, dat zeggen ze dan, hè? Gatsitari zeg. Ja. Nee, gaan we eventjes proberen uit te smeren. Ja, dan ga je het helemaal uitsmeren. Dan ziet je telefoon er echt niet meer uit. Maar ja, dat is dan. Dan heb ik een schoon doekje gepakt. En dan ga ik het poetsen. Nou, ik ga het proberen. Ik zie dan. Er mag er geen krassen meer op zitten. Dat hoop ik. Nou, er zit er nog altijd vieze veeg overheen. Niet op deze nou is gelukt. Moet even verder poetsen. Nou, inmiddels ziet mijn telefoon er dus nu zo uit. Is nog erger. Is het nog erger te laten worden. Dat doe ik wel met de schoon. Zo, dan heb ik hem weer schoon gepoetst. Nog eventjes netjes afdoen. Nou, nu heb ik hem helemaal gepoetst. Nou. Hallo, hij glimt wel. Maar misschien niet echt door de tanden staan, maar meer door dit doekje. Nou, mijn do-it-yourself video is niet helemaal gelukt. Ik heb wel aantekeningen gemaakt. Die aantekeningen ga ik gebruiken om een verslag te maken. Het verslag maak je gewoon in een Word-document. Ja, daar maak je een inleiding, een kern en een slot. In je inleiding schrijf je gewoon wat je hebt geprobeerd. De kern.
Die wordt natuurlijk een stuk groter. Daar gebruik je woorden zoals eerst, daarna, vervolgens, verder en tenslotte. En je denkt natuurlijk aan de 5 W1H woorden. Wie deed het? Wat gebeurde er? Waarmee werkte je? Hoe ging het verder? Waarom lukte het niet? Of waarom lukte het wel? Uiteindelijk heb je natuurlijk ook nog een conclusie. Is het gelukt? Lukte het gelijk de eerste keer? Heeft deze video echt wel nut gehad? Ja? Ga je het ooit nog een keer gebruiken? Voor jou heb ik ook nog een extra blad waarop het allemaal nog eens een keertje helemaal uitgelegd staat. Die stuur ik ook mee. Succes!